Dames en heren, ik presenteer de Love Mobile. Oh my god, de Love Mobile. Dit is echt heel mooi. Wauw. Wat hebben wij een drukke opkomst, dames en heren? Ja, Damien verprutst het alweer. Waarom heb jij zo'n vies busje? Nee, dat is niet helemaal geen vies busje. Stap maar in, achterin. Stap achterin. Kan je er eigenlijk wel achterin? Laat me even logo. Gijs, ik heb vandaag een idee. Een heel leuk idee. Nou, zoals ik weet... Even kijk even de andere kant op. Ja, goed zo. Heeft Damien geen Valentijn? Oh, hè? Nee! Heeft Damien geen Valentijn? Nee, Damien heeft geen Valentijn en dat moeten we nu voor hem fixen. Oké, maar hoe gaan we... Wow. Wat riep jullie mij? Nee. Nee, hou je mond. We zijn mandarijn. Ja. Niet we riepen jou, we zijn mandarijn. We zijn mandarijn. Dat is een mandarijn. Dat is iets wat je kan eten. Of in je mond kan douwen, één van de twee. Je kunt het ook in andere dingen douwen, maar dat is dan je eigen vet is. Nou, het is maar het is, hoe gaat het met je Valentijn, Damien? Ik heb geen Valentijn. Oh, heb jij geen Valentijn? Ik heb Gijs. Oh, sorry, maar ik ben al bezet, sorry. Ja, hij heeft al een Valentijn. Ik heb al een Valentijn met mijn kat. Dat is met je kast. Ja, we gaan een gezellig diner houden. Met Joepie de derde. Ik weet eigenlijk Joepie de derde. Waar gaan we nou heen? We rijden heel op een rondje. Sst. Ik probeer mensen af te leiden, dat ze niet weten waar we heen gaan. Oké. Gijs, waar gaan we heen? Dat weet ik niet. Ik zocht iets romantisch voor je. Ja, we gaan naar de McDonald's. Oh, echt? Nou, gaan we op date? Nee, wij gaan niet met jou op date. Oh, wie dan? Ja. Wie dan? Wij gaan foef. We gaan niet... Gaan we naar Vloemen toe? Nee, we gaan naar de McDonald's. It's a prank! Oh, gelukkig hingen de camera's, anders werd ik boos. Waarom spring je dan ook echt in de prullenbak? Daar is waar ik thuis hoor. Ik zal even mijn mes weghalen voordat ze mad op mij worden. Maar jongens, we zijn niet eens dressed voor de date. Ik ben dressed. Maar wij niet. Kijk toch hoe ik erbij loop. Kijk hoe ik erbij loop. Ik loop er best wel fancy pantsy bij, hoor. Zegt hij, terwijl hij een rocket launcher... Wat heb je bij je broek, man? Wat zei je? Wat heb je bij je... Je wil zeggen dat je er fancy bij loopt? Ja, ik loop er fancy bij. Er zit hier een menstruatievlek. Op je knie zit ook nog een ongestelde vlek. Wow. Oh nee! Oké, dat was... Ja, jongens, stap maar weer in de auto. Dit heeft geen zin. Dat heeft geen zin. Oké, jullie zijn... Ja, en die man... Damien, schiet toch eens op! Ja, tuurlijk. Ik word er weer uitgehaald. Oh, die man ligt ook op de grond. En foefoe. Oh, Gijs. Nee, die man ligt daar dood op de grond te gaan. Gewoon dat stap nou in. Voordat er straks nog meer boze mensen... Hang maar vast. Hey, Ronald. Hey, hoe hangt die, zeg maar? Kijk tegen een paal aan. Hij hangt in mijn onderbroek. Oh, nee! Ik wou hier vanaf. Jammer. Ik wou je er vanaf duwen, maar... Wacht. Hij staat niet eens netjes geparkeerd. Nee, hij staat niet eens netjes geparkeerd. Wat is de... Ik zal me straks wel even wat omkleden. Nou, ik ga me wel ook even fancy pantsy doen, oké? Zo, nou staat hij netjes geparkeerd. Nou kan er niks misgaan. Oké, guys, let's go. We gaan ons omkleden. Fabulous! We gaan in fancy pantsy mode. Oké, ik ga meestal een standaard kostuum kopen. Ik ook. Oh, wat heb je allemaal fancy pakjes? Oké, Damien, neem de leopard. Nee, ik heb deze. Hoezo zijn er dit soort outfits? Waar gaat het heen met GTA? Oh mijn god, ja. Ik ben verkocht. I'm lock and loaded. Ik ga even kijken hoe ik ga. Damien, wat ben je aan het doen? Ik ga zo. Hey, hoe zie ik eruit dan? Ga je zo, Damien? Nee, ik ga zo. Damien. Ja, ga mee. Oké, maar zo zul je nooit een Valentijn krijgen, Damien. Heb ik een zonnebril trouwens op? Zei je? Oh, ik heb een zonnebril op! Ik heb ook een zonnebril op! Tegen natuurlijk de zon, hè? Dat is ja, best... kom, high five, kom. 3, 2, 1, high five! Yeah! Oké, ik weet genoeg, doei! High five, Ronald! Oké, high five, kom. Dat is geen high five, dat is gewoon stomp hier. Yes, thanks. Alsjeblieft. Ja, oké. Sorry. Nee, ik ga dood, ik ga bijna dood. Niet op mijn nieuwe schoenen, man. Oh, maakt niet uit. Zal ik voor je rijden? Ja, rij jij maar. Ik ga Damien even een speed dating geven. Damien! Oh, wacht, ga achterin. Dat is voorin, Damien. Hey Ronald. Oké, ga maar voorin. Ik ga zo die man worden die... Ik geef je wel een oortje. Denk maar even in dat je een oortje nu in hebt. Ja, wij gaan Wat hebben wij een mooi interieur, zeg! Ja. Ja? Oh, dit is... Oh,
Waarom ga je in één keer bukken, Damien? Dat deed je. Ik weet dat je van worst houdt, maar hou je in. Hou je in. De baron is waarschijnlijk 60. Als het niet meer is. Ja, maar die is helemaal gerompeld, jongen. Daar wil je niks mee. Het is een knakworstje geworden. Ik wil niet eens weten. Wat wil je niet eten? Ja, wat jouw worstje. Waarom gaan we hierheen? Ik weet niet. Jij zet geen... Jij zet het... Nee, we waren al in de buurt van waar we heen gingen. Waar gingen we heen dan? We gingen een date fixen voor Damien. Ja, dat kan toch in de fucking hoed? Nee, zie je hier iemand in de hoed? Ik weet dat hier, stop eens met de auto. Stop. Oh. Nou, okay. Let op, hè. Ik ga het... Oh, dankjewel. Oh. Maakt niet uit. Hier. Heb ik hier een date? Ja, deze fixen. Hallo, meneer. Wilt u daten? Ja, maar ik hij is in de war. Maakt niet uit, deze man. Meneer, wilt u daten? Hij is zoeken... Oh, hij is terug, Damien. Dit hij is terug. Yes. Ja. Hij trekt hem op! Oké, wegwezen hier, wegwezen! Hoe het prank gaat fout! Go! Waar is Damien? Ik ben weggerend, go sexual. Ik word verkracht. Oké. Sorry meneer, niks bijzonders. Oké, Damien, we kunnen vaststellen dat de hoed niks voor jou is. We kunnen het opnieuw doen, maar dit keer moeten we even mensen inhuren. Ja, even inhuren. We gaan even... Wacht even, we gaan even terug. We zeggen gewoon dat dit een grapje is. Het was een grapje, oké. Ik moet even de acteurs betalen, Damien. Ga maar door. Ga jij maar even naar de auto toe. Wij moeten even naar de auto toe. Ja. Oh, dat is een Riot-fan. De accounts zijn dood. Nee, oh. Oké, laat maar, we hoeven niks te betalen. Gratis dientje. Het is prank. Ze spelen alsof ze dood zijn. Je moet even geld op ze leggen. Oh ja, nee, is prima. Ik heb hier alleen maar boze mensen. Damien, ik ga heel even in de auto zitten, als je het niet erg vindt. Ja, ga jij maar rijden. Oh, mag ik gaan rijden? Ja, jij mag rijden. Oh, stap maar in. Nou, dus, we hebben politie. Nee, helemaal niet. Dit zijn allemaal acteurs. Ja, dit is allemaal zo'n politieacteur. En jullie halen mij niet op. Het is een grote prank. Heb jij politieagent als prank? Nee. Oké, dan mag je instappen. Prank. Het is een prank. We hebben 5 sterren. Oh. Wat een fancy auto, jongens. Ja, toch? Ja. We hebben het goed. We hebben het nu oké. Ja. Dus de hoed is niks voor Damien's date. Nee, dat vond ik dus ook al. Maar waar kun je bij het maar wiel... Maar ik val niet op mannen, dat is... Oh, hoezo val je niet op mannen? Nou, val jij op mannen? Nee, maar ik ben een man. Ja, maar ik ook... Ja, oké, okay, niet tegen... Oké! Okay. Laat maar! Dus op wie val je, Damien? Ik ben bi, zo goed. Oh. Dus het maakt eigenlijk voor jou niet zoveel uit wat je gaat doen? Jawel. Het liefst ja, maar... Oh. Nee, wacht, ik ben lesbisch. Dat is best raar. Oké. Nee, eigenlijk is dat niet raar. Damien, oké. Het zal wel. Oké. Damien, je bent... Je geeft nu wisselende signalen uit. Damien, wat is dit nou? Ik heb paniek, ik word ontvoerd. Maak een keuze! Ik vind je een beetje eng, hoor. Maak een keuze. Hou je nou... Oh. Sorry, meneer. We halen je wel even in. Ik zit eigenlijk een locatie bedenken. Waar kan Damien chicks fixen dan? Of bij mannen? De beach, bij de strand. We gaan naar het strand. Naar het strand! Naar het strand, jongens. En daarvoor... Oh, en daar voorbij. Ja. Oh, shit. Oh, die man is dood. Daar hebben we het gewoon niet over, dat hij dood is. Nee. Zou toch maar... Wacht, is dat niet wel voor jou, Damien? Dood iemand? Ja! Necrofilie schijnt... Is het legaal? Necrofilie is de nieuwe hip. Is de nieuwe hype van 2016. Ik weet waar we heen moeten, Gijs. Nou, waar moeten we heen? Ik dacht, ik doe het uit mijn hoofd. Maar ja, dat heeft ook niet echt zoveel. Oh, wacht, ik zie mijn boot. Zie je boot al? Ja, via de coole TomTom Go. Oh, dat is een gratis app trouwens. Gratis app. Staat altijd in je scherm, heb je nooit last van. Oh ja, hij is er gewoon. Zelfs als je aan het lopen bent, TomTom to Go. Nou lijkt het net of deze video wordt gesponsord door TomTom. Deze video wordt ook gesponsord door TomTom. TomTom, als je deze video kijkt, shout-out. Shout-out naar TomTom. Volg ons op Twitter, jongens. En tag ze. Link deze video naar TomTom. En wie weet krijg je een gratis TomTom bij 3000... Ja. Nee, bij 3 hele likes. Drie hele likes. Als deze drie video's 3 likes halen, dan krijg jij allemaal een TomTom. Allemaal een TomTom? Als TomTom ons sponsort dan, hè. Ik heb het gevoel dat we naar het begraafplaats gaan, jongens.
Nee, nee. Verdomme Damien, waarom staan we naar de begraafplaats toe? Jullie hadden het toch over lijken? Maar dit is voor jou, hè, Damien? Ja, je zei dat lijken leuk waren. Nou, ik wil best wel eens proberen. Oh, dit is eerder een Mexicaans restaurant, Damien. Ja, maar dit is... Oké, Damien. Hij is into de Mexicanen. Oké, we laten die uitstappen, oké? Hier, we parkeren hier wel de auto. Ja, oké. Nou, Damien, je date. Ik kan hier niet uit, want... Het is Fat Cats, verrassing! Okay. Waar de fuck gaat dit heen? Oké, even kijken. Dit is de discount... jij bent ook van de juwelieren zo te zien. Oké, ik weet wel wat vrouw jij bent. Kijk, maar daar staat hij. Is dit dan... Ik ga wel even... Die met de telefoon. Ja, wacht even. Gaan we rekenen. Oké, we gaan in de hoekje staan. Ja. Zo, Damien! Ze is dood! Hey, alsjeblieft! Oké, go for it. Ik zeg, doe het. Ze is al de period. Ja, oh. Je wou niet dat ze ongesteld was. Jawel, je moet er niet kijken, anders... We zullen niet kijken. Nee, is goed. We kijken. Zullen we deze gast even opblazen? Nee. Ja. Hij wil gewoon meekijken. Hé, hey, ik kom hier vaak, hè? Ik bedoel, toevallig dat we hier samen zijn. En, Helemaal fout! Zo verzie je toch gewoon niet iemand die dood is? Die hoort je toch niet meer? Nee. Oh ja, oké. Echt zo slecht. Oké, weet je wat je moet doen? We doen dit opnieuw. Oh, we doen het opnieuw, we zoeken... Oké, zit er iemand aan de andere kant? Nee, ik weet hoe ik het moet doen! Oké, maar het kan nu niet meer. Want je weet dat ze dood is. Ja, nu... Dood? Het moet eruit zien als een ongelukje, oké? Ja. Alsof we iemand hebben aan... Oké, ja, pak maar weer de auto. Daar, kom. Maar dit valt op, joh. Nee, daar, kijk. Oké. Het is een hele mooie dame. Wacht even, stelt me. Ben je into the rokers? Nee, meer ga even schuilen. Ronald, stelt hem. Oké. Moet ik hem neersteken? Nee, ik heb een beter idee, wacht even. Oké, ik ga het doen. Pak hem een hamer. Nee. Oh! Wiep! Okay. Is dit serieus? Ze gaat er vandoor! Is dit serieus zo? Wat? Allemaal jouw schuld, hè? Wow! hij wil niet luien, hij moest wachten! Ja, waarom... Wow! Hey, meneer! Help me! Ik heb dat vandaag gezegd! Hey, heeft die man nou die vrouw gered? Ik weet niet. Wacht even, kijken of ze nog leeft. Even kijken of ze leeft. Het is Blue's Clues man trouwens! Koes man? Je stopt hem op! Nee, van Blue's Clues! Hij gaat op de vlucht! Kijk, dit is die man van Blue's Clues. Kom hier! Ik wil weten waar de clue is van deze aflevering! Met die streepjes! Ja, hij gaat er vandoor! Pak hem! Hij weet te veel! Oké, ik zie hem. We gaan achter. Ik wil weten waar de clue ligt voor de volgende tekening die je op je klapblok gaat maken. Hey, redden wat hij doet, dan staart tussen zijn benen. Hij heeft natuurlijk zo weer zoiets cools. Hier is een chick. Nee, hij is belangrijk. Deze man weet waar we moeten zijn. Ja? Ik weet niet wie dit is. Weet je niet? Nou, nu zie je waarschijnlijk in de video van Rodolf een stukje van Blue's Clues. En dan denk je, oh, is het die man? Ons handige, kleine tekenblok. En dan pakt hij echt zo'n... Juist. Clues. Ja, ik weet het. En dan... Blue's Clues. Fuck it. Ik schiet hem neer. Waarom is hij zo snel? Ik schiet hem neer. Dat is met dat hondje. Oh, hij is neer. Is hij dood? Hij is neer, steken. Yeah, we hebben de clue. Ik kan uitzonderingen maken. Wat is nou de clue, meneer? Wat is de clue? Oh, het is de verkeerde, hij heeft een bril op. Oh. Dan ben je uit, hij is verouderd. Oh. Dit is heel ongemakkelijk. Hey, kijk waar we zijn. Oh nee, daar maar. We hebben net een onschuldige man net neergezet. Nee. Oké, we doen alsof we niks vanaf weten. It was just a prank, bro. We lopen het weg. Het was maar een grapje. Het is maar een grapje, deze man. Dit is wel een nadeel. Het was maar een grapje. Oh, gelukkig. Je hebt net... Het was maar een grapje. Het is geen grapje meer. Stop met het grap. Oké, dat was de grap. Het was maar een grapje, Ronald. Het was maar een grapje. Oké, leuke grap, Ronald. Steek me alsjeblieft niet neer, grap. Ik zal je nooit meer neersteken. Oké, hier heb je een vriendin. Oké, shit. Hey, ik ben best goed ontsnapt. Maar ik vind nu wel dat we naar de begraafplaats moeten, jongens. Om die vent te gaan begraven. Ja. Oh, ja, dat is misschien wel handig. Waarom kijkt deze vrouw me helemaal niet raar aan? Ik ben niet aan het vluchten of zo, hè. Even ter info, ik zit... Hey. Oh, die mensen kunnen daar wel bij. Shit.
Jongens, ik heb het beste plan. Waar zijn jullie allemaal? Ik ben verstopt in de tuin. Om te voorkomen... wacht even. Ik weet nou wat ik wat nodig heb. Rodat, ik kom naar jou toe. Ik ga je steken als je naar mij toe komt. Oh, ik ben... Doe dan! Doe dan! Oh, wat een onnodige agressie. Oh, ik wil bijna iemands hoofd intimmeren met een koevoet. Dat is misschien ook onnodig. We zijn niet bij de Efteling, hè? Hé, hey, dat was Walibi. Ken je het was Walibi, het was Efteling. Nee, niemand is met elkaar. Het was Efteling. Nu krijg je zo'n nacht. Oh. Het was een Efteling nieuwsartikel. Google het nu. Efteling en dan koevoet. Oh man, ik ga zo hard lachen als het zo meteen gewoon Walibi is. Hè? Nee, het is geen Walibi. Kijk nu maar gewoon. Ja, maar je weet het nu niet zeker. Dat vind ik het mooie. Nee, ik weet het wel zeker. Hoe weet je het 100% zeker? Ik weet... Omdat ik nieuws kijk, jij niet. Ik je kijk wel het nieuws. Je weet niet eens welke sprookjes er in de Efteling. Ja. Nee, laat staan wel dat ik kan wel koevoet dingen weten. Ah, je weet wel koevoet dingen, maar een sprookje homaar. Ik wil nou eigenlijk het gaan opzoeken, maar dan... Zoek het op. Zoek het op. Dan wil ik straks een letterlijke sms met... Waarmee heb ik een bounty op me gekregen? Dat weet ik niet. Ik rijd trouwens eens een achteruit, omdat dat makkelijker is terwijl ik aan het koek... Ik ben dood. Meneer had hem meegenomen. Mr. Old is gewoon... Oké, dan heb ik nou een mooi excuus om...